Zo, ik zit 1623 kilometer in de auto gezeten. Maar ja, toen ook nog de tent opzetten. Het was fijn, want we waren vroeg, dus toen konden we er zelf een mooi plekje uitkiezen. En kijk nou waar we zijn aanbeland. Dat is echt fantastisch. Hier, aan de zee. Wat wil je nog meer? Dat is echt de moeite waard. 1600 kilometer rijden en dan zit je gewoon met je tent aan de zee. Wel weer natuurlijk heel druk. Met allemaal mensen die langslopen. Maar ja, wat maakt het ook uit? Ons huis is ook al vol en open. Nou is de tent ook vol en open. Hey, is het leuk hier? Ja hoor. Ja? Best wel. Oh, lekker water hoor. Heerlijk. We zijn vandaag in Moucheta, Albanië. En er is hier een kinderkamp. Wij zijn hier al heel vaak geweest met onze kinderen toen we hier woonden. En dit is elke keer in juli of augustus. En dan komen er echt 150 kinderen, soms 200. Vijf dagen lang met allemaal programma's die we doen. Een christelijk kinderkamp is het. En vandaag mogen wij ook weer meedoen. Ik ga straks een leuke sketch doen met onze pop, Arif. Koekel Arifi. Maar ik moet het vandaag in het Albanees doen. Dus niet in het Nederlands, dus ik moet weer even wennen. Arifi!
naar de Wauw, Sabuco. Een bossier. We zijn in een heel groot springpark in het midden van Tirana. Buiten is het echt 43 graden en naar binnen is het heerlijk cool. Airco en heel veel ruimte om te springen. Ezra is aan het klimmen. Kijk eens hoe hoog. Gaan ze hoor, de dappere mannen. In 40 graden de berg op. We gaan de Dajti beklimmen. Dajti in Albanië, Tirana. We gaan kijken hoe ver we komen. We hebben de eerste klim gehad van 200 tot 600 meter. 400 meter. Nou, is netjes, gaat goed. Tijmen die is in goede conditie. Ik heb het nakijken een beetje. We gaan het National Park in van Dajti. En we zitten nu op ongeveer 750 meter. We gaan tot 1100-1200 waarschijnlijk. Maar dit is behoorlijk steil. Ik denk ergens tussen de 12-15%. Een paar van dit soort stukken ertussen. Even afzien. Nou, timer gaat als een speer. Ik kan hem niet bijhouden. 1200 meter. Dajti. Kijk eens wat een uitzicht, jongens. Hè? Tirana. Hé, eindelijk. Het is 44 graden bijna. Maar we kunnen lekker in het water duiken. Hoppa! Heerlijk. Hé, hey, is het leuk hier? Ja. Nee, wat is het hier in een andere plaats? Ik wil ook in een andere plaats.
We gaan weer inpakken uit Albanië, Tirana. Dan gaan we straks naar Thessaloniki. Dan gaan we daar weer de tent opzetten voor de derde keer. Met al die spullen. Hoe krijgen we het er weer in? Nou, het lukt elke keer. Laatste spulletjes. Dat is altijd het meeste werk. We zijn onderweg naar Griekenland. We zijn nu vlakbij Pokrates. En we zijn bij de grens met Griekenland. Hallo, we zijn in Griekenland. Hoe lang rijden, papa? Nog 3 uur. Ja, en, we zijn nu bij een poortje. Hier, kijk maar. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. En we hebben gisteravond onze tent opgezet. Goedemorgen, Jael. Alles. Goedemorgen. Is het een leuke camping? Ja. Ik denk wel leuker dan Kroatië. Ik wil een camping. Ik wil niet meteen naar huis. Nou ja. Ik mis eigenlijk al mijn vrienden. Ik mis de Nintendo. Ja, jij mist mijn best, hè? Ja. Jij wil weer een keertje mijn best vinden, maar dat is thuis. Wat heb jij nou op je hoofd? Nee. Een nummer? Waarom hebben we dat ook alweer? Poppie, ik ben fantastisch. Omdat gaan we kwijtraken. Omdat gaat Joza kwijtraken. Maar dan weten mensen, oh dat is een telefoonnummer. Dat is waar hij woont. Even zo doen. Lekker, lekker, heerlijk. Koffietje. Zo, vrouwtje. Koffie. Zo, nu is het leven weer oké. Na alle lange ritten. Gaan we een bootje huren? Ja, dat. Hey, we gaan een lekker ijsje eten, jongens. Hebben jullie daar zin in? Ja. Mama, mag ik 2 bolletjes? 2 bolletjes? Niet 2. 1 is ook lekker. Zo arm. Nee, want ze zijn ziek. Nee, 1 is ook super groot en lekker. Nee. Jij een lekker Oreootje. Hou hem met je vingertje goed vast, anders valt het Oreootje eraf. Laat maar de hele Oreo zien hoe lekker. Oh. Lekker, lekker. Ja. Mooie string, Joost. Lekker broodje. Anders zijn pannenkoeken. Broodje gyros. Gideon, wat is er gebeurd? Iemand heeft een bal tegen mijn hand aangeschoten. Kan je het bewegen? Nee. Amper. Oei. Gaan we even naar de dokter. Het is een uur rijden hier vandaan. We zijn net naar de kliniek geweest in Sinterklaas. Zo heet dat dorpje. Hagios Nikolaos. En wat hebben ze gedaan? Mooie fotootjes gemaakt. En daar is op te zien dat het niet gebroken is, zeg je het? Ja. Gelukkig. Alleen ze hebben ons wel doorverwezen naar het ziekenhuis. Maar met een mooie... een Griekse verwijzing. Dan moeten we helemaal naar Thessaloniki. En de vraag is of de verzekering het vergoedt. En dat is allemaal heel ingewikkeld. En sowieso zijn we dan de hele middag bezig. En we gaan toch morgen al richting Nederland. Dus we hebben nu besloten om niet naar het ziekenhuis te gaan, maar terug naar de camping te gaan. En dan gaan we rustig terugrijden naar Nederland. En als het dan nog slecht is met je arm, dan gaan we daar nog naar de dokter. Onze laatste gyros en laatste Griekse salade.
We zitten op de grens met Macedonië. We gaan zo verder rijden, terugrijden naar Tsjechië. We moeten nog 1300 kilometer rijden. Leuk! Gaan we de hele nacht rijden weer, hè? Ik heb wel zin in een huisje. Lekker in een normaal bed. Nou, daar zijn we hoor, bij het huisje. En Maarten probeert de auto er even op de oprit te parkeren. Een bed. Maar hoor ik wat onder het bed? Ik ga eens kijken wat er onder het bed zit. 1, 2, 3. Een geheime hut. Allemaal sokjes. Ze hebben een geheime hut. Het speelt de krab. Is het de krab? Nee. Goed, kom maar. Het is heel goed, want papa zegt dan, en dit is super saai, ga ergens anders zitten. Het is ook fijn voor jullie, want dan kunnen jullie geen geluid meer horen voor ons. Stukje fiets in Tsjechië. Nou ja, we gaan gewoon een rondje fietsen in het bos. Doei doei! Dus ik weet niet eens hoe we fietsen. Even een tochtje. 2 uurtjes. Kijken of we even komen. Tsjechië. Ja. Tussen de buien door. Het regent hier de hele tijd. Het is koud. Het is echt heel koud in Tsjechië. Vergeleken met Griekenland. Echt maar 23 graden. Echt heel koud. Lange broeken weer, truien weer, jasje weer. Er komt straks een wegafsluiting. Althans, er staat dat de weg af is gesloten. Anders moeten we 20 kilometer omfietsen. Met je hard lopen, Tijne? Nou, we zijn er. We hebben nog een laatste klimmetje van 15% tot het huisje. Dus dat is natuurlijk wel even pittig. Precies het laatste stuk. We zijn er. Hey, waar zijn we? We zijn bij je huis, zijn huis! Yeah, joepie! Oké. Okay. We zijn er! Joshua, we zijn thuis. Ons eigen huis, weet je nog dat we hier wonen? Lekker in ons eigen huis.